Ja, Frits, we staan bij de auto voor het Formula Regional European Championship bij Alpine van Cas Haverkort. Dat is een van de kampioenschappen die Van Amersfoort Racing gaat doen dit jaar. Wat gaan jullie allemaal rijden? Want er zijn mooie plannen in het vooruitzicht. Nou, de plannen zijn al realiteit. We zijn al begonnen. Ik zeg meestal, alles waar je mee kan racen zonder dak, dat doen wij tegenwoordig. Dus vanaf Formule 4 tot en met Formule 2 en alles wat ertussen zit. Ja, Formule 3 hadden jullie natuurlijk al ervaring mee. Formule 2 wordt nieuw. Hoe kijk je daarnaar uit? Ja, maar Formule 3 in zijn huidige vorm, dat kenden we natuurlijk niet. Dus dat is toch wel weer nieuw. En dat heeft ook alweer dingen die we moeten leren. Dus, het is een blijvend sport, dus het is niet altijd even makkelijk. Hoe is dat verschil te duiden tussen Formule 3 en Formule 2? Nou, ik moet bekennen dat dat best wel fors is. Formule 3 is toch een redelijk standaard auto. Het is een beetje sneller Formule Regional eigenlijk. En de races zijn ook recht toe, recht aan. Het is kwalificatie en dan een paar races rijden. Maar F2 heeft natuurlijk een verplichte pitstop. Er komt veel meer strategie bij kijken. En is ook best wel een complexe auto om te runnen. Dus dat, daar moeten we best nog wel even voor gaan zitten, om zo te zeggen. Van Amersfoort kennende zal dat ook zeker gaan gebeuren. Nou ja, we zijn er ook niet bang voor, maar je moet ook niet, je moet jezelf ook niet, hoe noem je dat, bluffen of zo, weet je. De F2 is echt wel moeilijk en daar heb je veel ervaring nodig, omdat je gauw te hard gaat lopen in het begin. En dat is natuurlijk best lastig, want je wil eigenlijk heel graag. En ik heb gewoon in mijn DNA, dat race is gewoon bonk, gas erop en niet meer stoppen. Maar ja, met de banden anno nu en het F2-reglement kan dat gewoon niet meer. Dus je moet echt wel goed over nadenken. Als je kijkt naar de Formule 3, Formule 2 is natuurlijk altijd in hetzelfde weekend als de Formule 1. Is dat ook anders dan jullie gewend zijn? Ja, het is vooral veel duurder. Het is echt, het vereist natuurlijk meer planning. Is ook lastiger. Hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe corona zich gaat ontwikkelen. Misschien dat dat dan wat makkelijker maakt, maar... Ja, het is een enorme bubbel met heel veel barrières. Alles moet aangemeld zijn. Je moet veel meer regelen. En ja, ander bijkomen. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Hè. Kijk, een hotelletje is niet meer om de hoek van het circuit, maar is nu waarschijnlijk 40 kilometer verderop. Want het hotelletje om de hoek is ineens 10 keer zo duur geworden. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het zorgt ook voor meer exposure voor het team. Ja, oké, natuurlijk. Kijk, dat is een ding wat zeker is. Maar ja, de exposure voor het team moet ze vooral uiten in competities winnen, in races winnen. En daarvoor moet je toch gewoon alles goed geregeld hebben, want anders lukt dat niet. Ik neem ook aan dat de andere klasses die jullie rijden zeker niet ondersneeuwen bij de dadendrang in de Formule 3 en de Formule 2. Want jullie rijden natuurlijk drie verschillende Formule 4 klasses, Freka en dan Euro Formula. Dus dat zijn ook allemaal klasses waar jullie mee bezig gaan. Ja, ik heb in F2 en F3 alleen maar de rol van bezoeker. En misschien hier en daar een klein adviesje. Maar daar zitten echt hele goede mensen van ons op. En die doen het heel goed. En ik heb ook een beetje mijn doel dat de andere teams zeker dit jaar niet ondersneeuwen. Want dat is toch eigenlijk wel een beetje een latent gevaar. En dat mag niet gebeuren. Kijk, F4 is natuurlijk de bakermat. Daar begint het allemaal. We zijn wel een paar jaar lang behoorlijk toonaangevend. En we zijn dus aan onze eer verplicht om daar wederom goed voor de dag te komen. Dat wordt elk jaar toch eigenlijk wel een beetje moeilijker. Nou, dat is één ding. En de andere twee is natuurlijk regional bij Alpine. Ja, ze zijn vorig jaar natuurlijk voor het eerst zeg maar ingerold na een jaar, twee jaar met de oude Formule Regional. Ja, is ook een heftig kampioenschap waar de auto's heel gelijkwaardig zijn, de teams gelijkwaardig. Waar het toch heel veel op de rijder ook weer neerkomt, maar ook zeg maar hem de kans geven dat hij het net kan doen als hij het moet doen. Dat is ook een team effort eigenlijk. En dat is ook heel belangrijk. En Euro Formula is misschien de minst competitieve klasse, alhoewel de auto's voor mij nog steeds de echte Formule 3 auto's zijn, maar dat mag ik niet te hard zeggen. Daar hebben we toch ook al in drie rijders. Dus daar zit ook weer een nieuwe teammanager op. Dus daar moet je allemaal toch wel weer bezig zijn. Hoe is het voor jou om te zien dat Van Amersfoort Racing zo groeit en weer nieuwe klassen erbij gaat doen? Ja, nou, dat, kijk,
het is heel belangrijk voor het voortbestaan van het team. Kijk, autosport in deze tijden is niet makkelijk. Is nooit makkelijk geweest, maar je ziet duidelijk dat hoe moet je het noemen, zeg maar, de markt van autocoureurs en de markt van teams, formule teams, dat verandert. Het wordt allemaal veel groter. En als je daar dus niet in meegaat, dan ga je het missen. Nog niet eens zo lang geleden, een jaar of 10 geleden, had een team gewoon misschien 2 of 3 auto's. En nu hebben we er 17. En dat is natuurlijk een schaalvergroting die ook heel erg nodig is om je cashflow in orde te houden. En het racen wordt zeker niet goedkoper, het wordt alleen maar duurder. En het is heel moeilijk om dat allemaal aan elkaar te plakken. En als je nu Formule 3, Formule 2 gaat doen, is nog 1 grote stap hoger. Ja, maar ik droom niet hoor. Weet je, Formule 1 is grappig op deze plek waar we nu staan. Is ook ooit een Formule 1 team geweest. Was geen succes. Formule 1 moet je gewoon uit je hoofd zetten. Is zinloos. En moeten we ook niet eens over nadenken.